allemaal en wat leuk dat je weer kijkt naar deze video. Je hoort het misschien al aan de muziek en je ziet het in het grote scherm over mij. We gaan vandaag weer Sims doen. Ik heb de wereld al klaargezet. Kijk, dit is mijn huishouden. Ik klik hem gewoon aan en we gaan simmen. Ik ben benieuwd hoe het met mijn sim is, want ik heb in tussentijd nog niet ernaar gekeken ofzo. De vorige video's hebben we gespendeerd aan het maken van het huis en het inrichten, dat niet allemaal even vlot verliep. Maar ik heb wel gezien dat jullie het leuk vonden en daarom gaan we nu ook gewoon verder spelen ermee. Dus let's do it. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij een beetje snel laat, want anders verliezen we weer heel veel tijd daaraan. Maar ja, let's do it. Die muziek is altijd zo leuk van Sims en jongens. Hij draait sneller. Ja! Tadaa! Hier is mijn sim. Oké. Ik ga zoals vorige keer de testing sheet aanzetten. Want dat vind ik gewoon fijner. En dan ga ik mezelf eventjes blij maken. En voorkomen dat het balkje nog uitschakelt. Waarom ben ik ineens ongemakkelijk? Waarom ben ik ineens ongemakkelijk? Word maar blij. Wat zijn we aan het eten? I don't know. Wat is dit? Culinaire vruchtencake die ik gemaakt heb. Oké. Het is nog vroeg. Laten we maar naar binnen gaan in ons huis. Zo, het is een tijdje geleden dat ik nog gezind heb. Hierheen gaan. Even kijken hoe mijn huis er ook weer uitzag. Oh ja, het was niet groot. Dat is waar. Dat heb ik even vergeten. En hier dan de slaapkamer, de badkamer. Oké, waarom ben ik nou weer ongemakkelijk? What happened? Ah, oh, die vruchtencake was niet meer goed volgens mij. Oh, wacht. Zijn hier nog geen lampen in het huis? Are you kidding me dat er geen lampen zijn? En mijn sim wil verliefd worden, zie ik. Oeh, lala. Ho. Klinkt dat? Dat is de watersmachine zeker. Yep. We zijn lichten vergeten hangen nog. Kijk, zie, we zijn nu nog niet eens klaar met het interieur. Zo slecht. Nee, een paar lampjes gaan het hem nu niet doen. Waar is die ene goede lamp? Deze wel. Even een beetje licht in huis brengen, hè. En boven. Oh, niet zo boven. Oh ja, wacht. Dat is een ding natuurlijk. Eentje in de badkamer. Eentje in de hal. En eentje in de slaapkamer. Toppie. En dan is het echt heel donker. En dat willen we niet. Oké. Het is misschien ook tijd dat we wat mensen gaan ontmoeten. Want dat zijn de doelen van mijn sim. Opfrissen in de spiegel wil ze doen. En oh, ze wou liefde, maar liefde is nu een mop vertellen geworden. Het probleem is, mijn sim kent nog niemand. Dus dan kunnen we alleen maar reizen voorlopig. Dus we gaan eventjes ergens naartoe reizen, denk ik dan. Ik weet nog niet waarheen. Misschien naar het park of zo, waar we wat mensen kunnen leren kennen. Het is nog vroeg op een vrijdagavond. Dus we gaan kijken. Nee. Ik haat het als het zo lang duurt altijd, hè. Het is echt... Oh ja, we hadden ook een barbecue en zo, dus ik heb vergeten zelfs. Aha. Magnolia Park kunnen we heen. De bibliotheek, de sportschool, de nachtclub, ja, daar kunnen we nog niet veel aan doen. Museum kunnen we misschien heen, of...
Daar wonen mensen, dat zijn allemaal. We gaan maar naar het park. Zo. Dat is leuk. Gewoon gezellig naar het park. Daar zullen zeker mensen zijn nu. Het is nog geen nacht of zo. Dan vind je daar altijd wel mensen. Dus, let's go. Sims, wat duur je lang? Sorry. Ja. Mijn andere spelletjes die duren soms nog langer, omdat ik daar echt heel grote huishoudens heb met 3 of 4 mensen. En een heel groot huis en alles erop en eraan. Dus dit laat op zich meestal nog heel snel. Maar ja, niet alles is zo snel. Maar ja, wat zijn eigenlijk een beetje de doelen van mijn sim? Ik wil haar natuurlijk een huishouden geven met een leuke jongen erbij. Kindje erbij misschien later. Dan moeten we wel verhuizen. En dan moeten we weer alles inrichten. No! No! Nee, maar we zien wel. Komt helemaal goed. Maar we gaan gewoon eerst iemand zoeken. Dat waren ook denk ik de doelen van mijn sim een beetje. Dat ze blij zou worden en zo. Dus, let's see. Gaat weer sneller. Ja! Oké, we gaan naar dit kind. Aardige introductie. Of ja, ik weet niet wat het is. Een vrouw of een kind. Ik zeg kind. Dat zeg ik heel snel. Het is een neger. Oké, sorry, nee, dat is discriminerend. Oh. Het is weer ongemakkelijk, mijn pop. Nu is ze bij Lana. Hoi Lana. Oh, dag dag. Hoi. Shuna. Ze door. Ga elkaar maar even leren kennen. Chedrasa, Jim. Torkachuza. Ik moet het een beetje sneller doen allemaal. Vraag hoe dag was. Kruvara. Hello. Fena Wexa. Dizzy Wog. We doen wel een diepgaand gesprek. Meer doen aan het spel. Shivering Jabeen Slawfish. Ah, Sabao. Jabeen. Shuska. Ah. Das Mikos Karenzi. Funchil Bratza. It's the bomb. Panorfa B. Kijken wie er verder hier nog aanwezig zijn. Aha. Hier zit een jongen. Of een man. Een tiener zelfs. Ga maar naar hem toe dan. In plaats van mee te spelen met dat kind. Ben ik eigenlijk ook een tiener of een jong volwassene? Dat weet ik niet. Maar oh nee, hij gaat weg. Nee. Nee. Nou. Oh, hij komt erbij staan. Beter. We gaan met hem flirten. Kom, flirten met hem. Doe. Of kan dat niet? Geef hem maar een complimentje. Het werkt altijd. Leer hem maar kennen. Het kind moet echt even de mond houden over de kikkers. Ik wil nog niet liefde doen, dus... Ik ga maar interesses bespreken. Ze vindt het niet leuk. Hij is best wel knap, die Alexander. Oh, yes. Shuni glaba arbe. Barbie taxi, watch you. Mado, bade. Ma spek. Tira. Zambi nufa. One and two. Gravel va. Jumba jump. Sorry, Bravna. Maar even een impressie. Ik heb het gevoel dat hij straks gaat weg moet echt in het midden van een gesprek of zo. Wat is je nu over de gevangenis te praten? Over toiletpotten.
Nani. Levar Samzo Dofuni. Bom, zo raak je nog wel aan. Samba. Hij denkt aan mij. Dat is grappig. Vraag me naar zijn carrière, wat hij doet. Het wordt al donker. Sharp. Alexander is, doet middelbaar schoolonderwijs nog, dus hij zit nog op school. Dat is een beetje kut. Geef hem nog maar een complimentje. Vindt hij wel leuk. Aha, hij is flirty, hij speelt. Dat is handig. Maar we kunnen nog niet echt iets doen. We kunnen alleen nog maar vriendelijk zijn. Barbie taxi, watch you. Hot dog, pate. Find your spino. Niso, ik wil echt meer met hem ofzo. Oh, Ronich, Nilsi, Action Sipoon, Ratsanoka. Zij gaat weg. Ze merkt dat het niet meer boeiend is. Sawada, oh, wat gaat er? Mo. In falliness, Desmico's crunching of the cell. Kunnen we nog steeds niet iets doen? Dat is echt wel jammer. Oh, een kind. Dat wil ik zien. Als zeemonster spelen. I wanna see that. Het kind gaat echt denken, what the fuck doet die volwassene hier? Maar ik wil het gewoon zien. Waar is mijn... Oh, daar. Lava! Geweldig. Zielig. Maar even naar het kind toe. Ho, niet zo dichtbij. Kleine, kom hier. Nee. Hij is een nerd, Luke. Nah. Wat mag dat kind eigenlijk om 11:15 zo laat daar nog doen? Dat is echt slecht. Hier zijn ook mensen nog, maar het zijn allemaal vrouwen. Daar hebben we op zich weinig aan. Want we zoeken een man. Dat is heel slecht. Alleen zij zit daar nog steeds. Verder is er niemand meer. Dat is zo jammer. Ja, weer een vrouw, maar... Oké, dan gaan we naar huis. We gaan gewoon naar huis. Ja, als er niks te beleven valt. We kunnen nog naar die nachtclub ofzo, maar niet... Ja. Zo. Ik denk dat ik trouwens... Oh, fuck.
mijn ding is er weer mee gestopt. Net. Oh. Mijn telefoon is er net mee gestopt, jongens. Ik zie het pas net. Dat betekent dat ik de Sims ook ga opslaan. Dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt, trouwens. Maar ik ga mijn Sims opslaan vanaf hier. We zijn net weer thuis. En volgende keer gaan we weer verder met een nieuw dingetje doen. Dus, ja. Als hij even voor maakt, dan kunnen we hem opslaan. Ja. Het duurt altijd te lang. Not like this. Ja, oké. Zo. Ik ga game afsluiten. En opslaan en afsluiten. Hij is dus bezig met opslaan. Volgende keer gaan we gewoon weer verder. Vanaf dit punt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Sims Edition. Hij is iets langer geworden dan de andere die ik al heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.